Ik heb natuurlijk een aantal vragen aan je gesteld. Zo vroegen we bijvoorbeeld tijdens de casting ook of je wel eens vals zou spelen. Nee, ik zou niet vals spelen om te winnen. Nee, ik ben wel een rechtvaardig persoon, zeg maar. Ik zou ook... Wat ik eerder zou doen is dingen opnieuw laten gebeuren... omdat ik het gevoel heb dat een ander vals speelt of zo. Nee, even opnieuw. Zo. Nou, duidelijke taal. Ja. Jij zou nooit vals spelen. Nee. Weet je ook nog dat jouw beschermende vriendin Robin... Ja. Een keer wilde eten in een specifiek restaurant in Utrecht? Ja. Daar kwamen jullie nooit, toch? Eigenlijk. Nee. Nee. Ik vond het ook al raar. Waarom? Oké, ja. Nou, dat was dat restaurant waar wij natuurlijk al die camera's hadden opgebouwd, hè? Ja. Gewoon een leuk spelletje. Weet je dat spelletje nog? Ja, dat was ook een raar iets. Ik werd ineens meegenomen en ik had ook... Toen had ik wel even zoiets van, word ik nou in de zeik genomen of zo? Wat is dit? Nou, wij konden in ieder geval toen mooi testen... Is Jurena toch te verleiden om vals te spelen? Je kan gewoon hierachter kijken en dan zie je meteen waar het flop zit. En als ze dat uit zichzelf niet doet, mag jij het best wel pushen. Wat vragen. Jazeker. Als je meedoet en je doet het goed, win je 100 euro. Zou je mee willen doen? 100 euro, natuurlijk. Oké, je speelt wel samen met nog iemand. Eens even kijken. Hoi. Ik ben Chris. Jurena. Hoi. Dit café bestaat dit jaar 20 jaar. Ja. En wie jarig is, moet trakteren. Ja. En dat doen we met een spel. Ik zoek een beetje jonge mensen om het mee te doen. Olivier doet sowieso. Hallo. En ik dacht aan jou. Het is hier in de bijruimte. Mag ze mee? Oh nee, maar ik wacht wel even hier, joh. Hoe heet je? Okay. Jurena. Jurena. Kom mee. De automatiek van Zinkel. Alvast een applaus. Kom binnen, kom binnen. Dit is de automatiek van Zinkel. Achter één van deze vakjes zit dus een envelop met 100 euro. Jullie mogen ieder één keer openen. Okay. Is dat voor iedereen duidelijk? Yeah. Ja. In die andere zit er niet per se... Het gaat echt alleen om de 100 euro. Het, zeg je, het gaat alleen om... Oh, hij leeft. Oh, wat erg. Yo. Oh, echt? Hij leeft, hoor. Wacht even. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Ja. Yo, yo, yo. Ja, maar het moet wel echt even snel, want... Nou ja... Oké. Dus. Welke denk jij? Ja, misschien dat ze 20 jaar bestaan in 20ste vakje. Nou, dat vind ik nog helemaal niet zo heel slecht bekeken. Ja, sorry, ben ik nou gek of kunnen we niet gewoon aan de achterkant kijken? Waar die zitten. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik wacht ook. Als je wil kijken, mag ik kijken. Ik wil best wel kijken. Ja. Samen. Nee. Dat werkt niet. Sorry. Oké, Olivier, jij mag beginnen. Mag ik het wel doen? Ja. Fuck. Nee? Nee. Jurena. Ja. Nee. Sorry. Ik vond het wel heel erg leuk dat je meedeed. Ja. Doei. Doei. Je was heel resoluut, dus dat punt is binnen.